Tijdje geleden heb ik gesolliciteerd bij De Speld. De Speld vind ik een leuke site. Er zijn altijd grappige dingetjes op. En het leek mij leuk om ook eens een poging te wagen. Dus ik heb gewoon een mailtje gestuurd en daarbij gezegd wie ik ben en ook wat ik doe. Maar natuurlijk kan iedereen zeggen dat hij leuk kan schrijven, maar ik heb er ook twee artikeltjes bij gedaan. Mijn mail heette Poging tot Samenwerking. Ik heb daarin een paar filmpjes laten zien van mezelf en een paar leuke nieuwsitems geschreven. Ik zal ze even voorlezen. Het eerste nieuwsitem wat ik geschreven had was Roy Donders crematiepakken. Roy Donders heeft naast zijn huispakken een nieuwe lijn gelanceerd. De Roy Donders crematiepakken. Het zijn lekker zittende pakken voor mensen die de pijp aan Maarten hebben gegeven. Aldus de kledinggoeroe. Bij zijn huispakkenlijn kreeg Roy nog regelmatig ontevreden klanten in zijn winkel. Dat zal nu wel loslopen, zegt de goedlachse ontwerper. In mijn pakken wil je wel doodgevonden worden. Ik kwam op het idee tijdens de begrafenis van een oom. Iedereen had tijdens de plechtigheid een huispak aan, behalve mijn oom. Die lag daar in een krap zittend driedelig pak, echt dood en doodzonde. De crematiepakken kosten bijna niets en voor je eraan kunt ergeren, gaat de fik erin. Roy denkt met zijn crematiepakken een gat in de markt te hebben gevonden. De pakken zijn verkrijgbaar in de tinten pimpelpaars, asgrauw en lijkbleek. Arie Boomsma maakt selfie met buttplug. In navolging van Helene van Rooyen heeft nu ook Arie Boomsma een selfie gemaakt. In deze selfie zien we hoe Arie een roze buttplug uit zijn anus haalt. Deze selfie is absoluut niet bedoeld om op een goedkope manier aandacht te trekken. Arie wil met deze selfie aandacht vragen voor prostraatproblemen waar veel mannen van boven de 50 meter kampen krijgen. Vroeger was het een taboe om ook maar iets in je reet te steken. Vaak werd je gelijk voor homo uitgemaakt, aldus de ex-EO-presentator. Met mijn actie probeer ik mannen bewust te maken van hun eigen seksualiteit, maar ook van hun eigen lijf. Ik roep dan ook iedereen op om net zulke soort selfies naar mij toe te sturen. Ik gebruik die selfies dan in een nog te bedenken televisieprogramma, aldus Arie. Naast Arie zijn er meer BN'ers die het voorbeeld van Helene gaan volgen. Zo zit Mart Smeets eraan te denken een selfie te maken terwijl hij een glas urine van Lance Armstrong opdrinkt en wil Bart Chabot volgende week een selfie maken met Herman Brood. Nou, dat was mijn sollicitatie bij De Speld. Daar heb ik gewoon nooit meer wat op gehoord. Jammer. Zo gaat het in de branche.